Welkom bij Pulse Model Train Stuff, deel 2 van de treinbaan. Ik had niet gedacht dat het een aflevering zou worden in meerdere delen. Maar hier zijn enkele van de grote jongens. En hier is dan de TGV Sud-Est. In zijn volledige lengte. Ik merk dat er twee problemen zijn. Zo ziet het er redelijk uit. Maar bij de rechter lok doet het de verlichting het niet. En de rode verlichting dus. En het tweede probleem is dat waarschijnlijk de antislipbanden van een van de twee loks versleten zijn. En dat de ene veel sneller loopt dan de andere. Het gevolg daarvan is dat die op dit spoor absoluut niet wil rijden. Ik zal alle slipbanden na moeten kijken en alle wielen nog een keer grondig schoon moeten maken. Wil die daadwerkelijk echt gaan rijden? Ik zal dat denk ik pas gaan doen als ik echt een baan heb, zodat ik ook langdurig mee kan testen. Jammer, ik had gehoopt dat deze het helemaal zou doen, want individueel doen elk van de twee loks het eigenlijk best goed. Maar ik vermoed dus ook dat het met het programmeren, dat ze niet helemaal dezelfde instelling hebben of dat de motor anders reageert. Want de motorwagens zit wel wat verschil in, dus die zal ik eigenlijk helemaal moeten gaan kalibreren. Daarvoor heb ik een lang stuk rails nodig en timings en dat soort zaken. Dat zit er nu niet in. Dit zijn de grote jongens. Tussen oud, ander en materieel staat er een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-delige Thalys van Meana. Deze heeft ook in de motorwagen een schakelaar zodat je op kunt zetten om aan te geven welke richting die uitrijdt. Ga je de andere kant op rijden, gebeurt er niet heel veel met de verlichting. In principe rijdt die, maar ik merk wel, bochten zijn best lastig. Even kijken of die een stukje wil. De verlichting verandert in ieder geval. Ik ben nog met de decoder bezig. Er zit een vrij kleine motor in. Nou, hij ontspoort eigenlijk meteen al. Er zit een vrij kleine motor in. Alle andere bakken zijn vrij licht, dus hij trekt hem wel. Ook een heuveltje op moet wel lukken. Maar doordat alles dus zo licht is en de bochten in deze baan vrij scherp zijn, is het eigenlijk een garantie op ontsporing. Als ik hiermee wil gaan rijden, heb ik een lange rechte baan nodig met op twee einden een grote lus om te keren. Veel ingewikkelder dan dat. En deze gaat het in ieder geval niet trekken. Het is wel mooi dat hij compleet is. Ik heb hem nu op het goede volgorde, denk ik. Met aan het begin de eerste klas tellen, daarna de bar, vervolgd door alle tweede klas tellen en de, in dit geval, dummy motorwagen. Er zaten wat kabeltjes los. Die heb ik weer even opnieuw vastgezet. En ja, de decoder en de motor hebben nog wat ruzie, omdat het zo'n kleine motor is. Om er dan toch genoeg vermogen uit te halen, heb ik wat lopen vechten ermee. De andere die er staat, is mijn ICE. Deze is 7 delen, er mist nog één eerste klas rijtuig. En op zowel de binnenste als de buitenste baan leidt het eigenlijk gegarandeerd tot ontsporing. En ik heb geprobeerd ermee te rijden, ik ga het niet nog een keer proberen. Hij staat nu mooi met zijn verlichting deze kant op. En dat is het enige wat ik eigenlijk ook kan gaan laten zien. Even kijken waar ik hem heb. Hij wisselt mooi van verlichting, dat hij nu rood is. En hij reageert lekker vlot op het rijden. Maar ik denk dat hij vrij snel dadelijk zal ontsporen. Daar gaat hij dan. Bij deze zit de
motor. Oh jongen, niet zo snel. Bij deze zit een motor in de bistrowagen. En wat er voor en achter hangt zijn dus allemaal lege wagons. De stroompickup zit gek genoeg weer in de uiteinden. Dus dat betekent dat als je wilt programmeren, dat je zowel een kopwagen als de bistro op een spoor moet zetten om hem in te kunnen stellen. Doe je dat niet, dan doet hij helemaal niets. Een andere oudgediende is deze Roco 1823. Wat erachter hangt is redelijk nieuw. Dat is een DDM1. Dit zijn 5 wagens, stel ik. Ik wil er nog 1 tussenwagen bij. Of misschien een MDDM motorwagen in plaats van de locomotief. Op dit moment heeft de achterste dummy motorwagen, zeg maar zeggen, die heeft een witte verlichting, die is ook niet wisselbaar, er zit ook nog geen decoder in. Dat is iets wat nog op mijn verlanglijstje staat om in te gaan bouwen bij die, zodat ik daar ook mee wisselende verlichting heb. Hier stroomvoerende koppelingen in te gaan zetten is te veel werk. En hier heb ik de nieuwste dubbeldekker rijden, de NS IRM of VIRM in dit geval. De achterste wagon heeft niet altijd even goed contact, dus die zie je nog alles zijn verlichting uitdoen. Die zal ik wat moeten verzwaren. Dat is hetzelfde verhaal eigenlijk als ook met de andere dubbeldekker die ik heb staan en met meerdere treinstellen dat ik het merk. Als je het, in deze box gaat hij mooi uit, aan uit. Interessant, maar niet helemaal de bedoeling. Nu is dit spoor ook erg slecht. Problemen met deze waren dat een van de wielen van de dummy motorwagen aan het einde afgebroken waren. Het draaistel was kapot. En er was een heleboel gesmolten aan de verlichting van datzelfde. Van diezelfde kopstijl. Dit is allemaal gerepareerd. Aan de achterkant is het vervangen voor een LED. De voorkant die nu hier op me afkomt, die is nog steeds gloeilamp. En staat wel een beetje op de laminatie om te vervangen, want ik heb eigenlijk niet zo'n zin in dat er nog meer dingen zouden gaan smelten. Erg zonde. Ik ben hier heel erg blij mee. Ik had hem gekocht dat hij helemaal goed was. En dat was helaas niet zo. Maar toch desalniettemin. Ik vind het een mooie en hij rijdt best goed. Verder heb ik ook een Trax locomotief. Laat ik die vooruit laten rijden. Achter deze Trax hangen allerlei slaaprijtuigen en nog oude Lima autorijtuigen. En deze Trax is niet zomaar een Trax, het is een Vira Trax. Eentje die niet al te lang rond heeft gereden. Als eerste hangen hier aan de plan N of de type N van de NS die ik eerder achter mijn stoomlocomotief had hangen van Roco. En wat nu loslaat is de slaaprijtuigen van de City Nightliner, heette ze denk ik. Deze reden vanuit Den Bosch. Er zit iets goed vast, ik krijg ze ook niet meer aangehaakt. Deze reden vanuit Den Bosch naar in ieder geval het zuiden toe. En zat vaak een autotrein aan vast. Het waren de oude autoslaaptreinen. Ook hier rijd ik wat voorzichtig mee door deze zwabber. Verder valt me op dat hij zowel aan de voor- als achterkant zijn sluitzij of zijn frontslijn voert. Het is apart. Ik weet dat deze vrij ingewikkelde aansluiting had. In plaats van de normale
Er zat wel een normale 6 pins in. Dat is beter. Maar er zaten wel een heleboel transistoren en dergelijke bij. Dus ik vermoed dat er een functie aanstaat. Zodat die op beide kanten zijn frontlijn zijn voert. Of dat de decoder er verkeerd in zit. Zou ook nog kunnen. Tot zover deel 2. Vond je het leuk? Like, subscribe, deel. En laat een berichtje achter.